aftrapkermisseizoen in Oerlo. Oranje koorts begint te komen. Het is vandaag 15 mei. Dit is het Pelemaasjournaal. De Venrijse horeca maakt in een brief aan het college van BMW bezwaar tegen de lening van de Schouwburg voor een facelift van theatercafé De Artiest, omdat er sprake zou zijn van oneerlijke concurrentie. Volgens horecavoorzitter Geert Pelzer willen andere horecabedrijven ook wel zo'n lening afsluiten bij een stichting, maar mogen ze dat niet. Ze zijn aangewezen op de bank. De Schouwburg is een stichting die draait op 40% subsidiegeld van de gemeente Venray. Net als bij het Oda-park hoopt het Schouwburgbestuur te kunnen profiteren van de horecawinsten. De Venrijse horeca strijdt al langer tegen een oneerlijke concurrentie en paracommercie. Na lang onderhandelen is er met de gemeente overeenstemming bereikt over het commercieel gebruik van wijkgebouwen en gemeenschapshuizen. Komende dinsdag bespreekt de gemeenteraad het voorstel. Het kermisseizoen is weer begonnen. In de gemeente Venray werd de eerste kermis in Oerlo gevierd. De afgelopen dagen brachten heel wat mensen een bezoek aan de attracties in het hart van het Venrijse kerkdorp. De dorpskermis stond opgesteld op het kruispunt Hoofdstraat-Pastoor Gerardstraat. De bezoekers konden zich vermaken met attracties als de botsauto's, touwtje trekken, bussen gooien, schietsalon en de grijpkranen. De liefde tussen kermis en dorp lijkt de laatste jaren minder te worden. Geregeld wordt er geklaagd over de kwaliteit en het aanbod van de attracties op dorpskermissen. Oerlose kermis is zeer goed, alleen er komen weinig mensen omdat die lucht zo nat is, hè? Ja, een supergezellige dorpskermis. En voor de kinderen, dat zie je wel, is het natuurlijk kaasje. Ja, schoon geweldig. Ik vind het altijd een leuke kermis hier. Ja, kei leuk. Gaaf! Mist u dan misschien nog iets hier? Iets voor de iets oudere kinderen mis ik toch wel, ja. Ik zeg, wat je in andere dorpen dan vaak ziet, is zo'n octopus of iets dergelijks. De booster of zo. Nee, ik vind het zo prima zo. Ja, nee, het is prima zo. Het is elk jaar hetzelfde, maar ze mogen een keer wat wisselen. Is misschien een idee. Ja, achtbanen. Reusrad. Iets groot. Voor mij niet. Nee, van vroeger heeft misschien... In die autootjes, dat kan wel, maar ik ben er ook 38. Ik vind het voor zo'n klein dorp vind ik het eigenlijk prima, de kermis hoe die is. Ja, ik denk dat voor deze kermis hier zat staat. Het is natuurlijk niet zo'n heel groot dorp. Er is nu ook weinig ruimte, want ze zijn natuurlijk nu aan het bouwen. En dat gaat ook altijd in overleg met de dorpsraad. Daar wordt van tevoren over gesproken wat er wel of niet wenselijk is. En we hebben met z'n allen besloten dat dit is wat er is. Dat is dit. En daar zijn wij in ieder geval tevreden mee. En er zal altijd een achtbaan en een reuzenrad. Dat willen we allemaal, maar ja, dat is niet altijd logisch. Niet alleen voor de bezoekers was de aftrap van Oerlose Kermis de aftrap van het seizoen. Ook voor de exploitanten breekt weer een drukke tijd aan. Wij staan ook nog in Leunen, we staan in Venray. We bezoeken hier alle dorpen van de gemeente. Grote kermissen hebben geen moeite om voldoende attracties te krijgen. Voor kleine dorpskermissen ligt dat een stuk moeilijker. Mensen geven minder geld uit en gaan minder naar de kermis. Ik kan er nu ook nog niks over zeggen, want het is natuurlijk de eerste. Wij doen dan 8 kermissen in deze gemeente en Venray zelf. Dus dat duurt tot Oostrum voordat we weten wat het eindresultaat is. Hoe het ook zij, de afgelopen dagen genoot jong en oud met volle teugen van de kermis in Hartje Oerlo. De kermis in Oerlo is gaaf! Bij de verkiezingen voor het Europese parlement op donderdag 22 mei zijn er in de gemeente Venray weer 26 stembureaus geopend. Het zijn dezelfde lokalen als bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maanden geleden. De Europese verkiezingen worden om de 5 jaar gehouden. Ze zijn het minst populair bij de kiezers. In sommige gemeenten zijn er minder stemlokalen open omdat er een lage opkomst wordt verwacht. In Venray gingen bij de laatste gemeentelijke en provinciale verkiezingen iets meer dan de helft van de kiezers naar de stembus. Bij de laatste landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september 2012 was de opkomst zelfs 73,8%. Bij de Europese verkiezingen bleef de vorige keer
meer dan het 2/3 deel van de opgeroepen kiezers thuis. De oranje gekte is er nog niet, maar toch begint de WK-voetbalkoorts langzaam maar zeker te stijgen. Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond ter voorbereiding op het WK-voetbal in Brazilië zijn eerste oefenwedstrijd tegen Ecuador. Ook de eerste oranjeliederen zijn deze week gelanceerd. Het WK begint voor Nederland op vrijdag 13 juni met de poolwedstrijd tegen Spanje. Ook de ondernemers in Venray maken zich op voor het Oranjefeest. Momenteel leeft de Oranjekoers wel al een beetje. Zaterdag is de eerste wedstrijd, dus ik denk dat dan echt de zomerkriebels gaan komen. En dat mensen dan echt naar de winkel komen om dan inderdaad shirtjes, trainingspakken en zo allemaal te bemachtigen. WK-bal, zoals je ziet. Die is al vaak zat gekocht en die wordt ook veel verkocht. We krijgen nog binnenkort nog een hele grote folder met van allerlei oranje artikelen in de aanbieding. Oranje artikelen die mensen dan graag willen kopen. En ik denk dat de shirtjes dan echt als warme broodjes over de toonbank zullen gaan. Ja. Het leeft al wel een beetje. Als je in het straatbeeld kijkt, zie je toch best wel winkels die al wel inspelen op het voetbalgebeuren. Dus het leeft al wel een beetje inderdaad. Ja. We gaan net als 2 jaar terug bij het EK gaan we een groot scherm neerzetten hier op het Schouwburgplein in Venray. Waarbij we alle wedstrijden van Nederland zelf pakken we echt groot uit met tapwagens op het plein. En dan gaan we een oranjefeest neerzetten. We hopen natuurlijk dat het er heel veel worden. En alle overige wedstrijden zetten we ook uit op de grote schermen. Dat is puur gericht op de terrassen. Zodat we niet alleen een groot oranjefeest neerzetten, maar eigenlijk van het hele WK een mooi evenement maken hier op het plein. We zijn in ieder geval wel al bezig met de voorbereiding ervan. We hebben 1 maand lang ons terras van 10 bij 10 overkapt. En dan gaan we de voetbalwedstrijden uitzenden. We mogen 1 of 2 wanden dichtmaken. En dan gaan we met een beamer de wedstrijden. Dus je staat in alle tijden droog. En je kunt ook van alle kanten op het scherm kijken. En denkt u dat Nederland kampioen gaat worden? Laten we het hopen. Denken weten we niet, maar laten we het hopen. Ja. Nee, ik denk het niet. Maar ik denk dat er wel andere landen zijn die favoriet zijn. Ja. Ik denk dat we niet zo heel ver komen. Ben ik bang. En wie denkt u dan dat er gaat winnen? Ik denk dat Argentinië wereldkampioen wordt. Ik hoop het. Ik hoop dat ze ons gaan verrassen. En dat is, ik denk dat de voorgaande jaren de verwachtingen heel hoog gespannen waren. En dat daardoor iedereen een beetje gek werd van de spanning. En dat het een heel grote teleurstelling was. Ik denk dat dit jaar... Ik hoop ook dat dit jaar dat juist is volgens mij iedereen een beetje in van nou ja, ik weet het allemaal niet met onze jongens. En aan hun om te bewijzen dat het anders is. Nou, de selectie is net uitgebracht door meneer Van Gaal. En ik denk dat andere teams een sterkere selectie hebben als wij op dit moment. Maar ja, goed, je weet nooit wat je met zo'n jeugdig Nederlands elftal kunt bereiken. En wie denk je dat er dan wel kampioen gaat worden? Ik denk dat als je naar de selectie kijkt van Spanje, dat die toch wel de meeste kansen hebben om dit jaar weer te winnen. Frankrijk heeft ook een erg sterke selectie samen met Brazilië en Argentinië. Dus ik denk dat die 4 denk ik wel een beetje de dienst dit WK uit gaan maken. Ja. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur. Vrijdag om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht koelt het af naar 3 graden en blijft het droog. 'S Ochtends is er kans op een mistbank. Overdag is het zonnig. Er zijn enkele wolkenvelden en de temperatuur zal stijgen naar zo'n 20 graden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen!